Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jules de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jules en Julia. Kijk! Yay! Er is mevrouw Suikerspin! Oh ja! Dag, Jules en Julia! Dag, mevrouw Suikerspin! Ja! Oh, is dit leuk! Als zij op het pretpark wil passen, dan is dat geen enkel probleem. En wanneer worden Jules, Julia en ik dan verwacht? De koets staat vanmiddag bij jullie op de stoep. Vandaag? Oh, dat is iets eerder dan ik had verwacht. Dat gaat je toch wel lukken, Karel? Ja, natuurlijk. Ik moet alleen even... Fijn zo. Ik ben vanmiddag al weg, maar mijn hoofdlakei Leopold zal jullie ontvangen. Hartelijk dank, vriend. Graag gedaan. Mevrouw Suikerspin, fijn dat u er bent. Dag, meneer Kaasgaaf. U moest ik net hebben. Gaat u even zitten. Ik heb namelijk iets heel belangrijks met u te bespreken. Oh, meneer Kaasgaaf, er is toch niets ernstigs aan de hand? Ik ben zojuist gebeld door mijn goede vriend, de baron van Maasland tot Emmentaler. Hij moet onverwachts naar het buitenland. Daarom heeft hij mij gevraagd of ik op zijn kasteel wil passen. Wij hebben ze precies waar we ze willen hebben. Maar in het kantoor? Dat ging wel erg makkelijk, baas. Kunnen we dan nu misschien wat gaan eten? Want ik verrek van de honger. Zak patat. Patat? Lekker, baas. Oliebol. Dat bedoel ik toch niet? Nee, die kaasgraaf, die laat Suikerspin hier alleen achter in de toren. Dus dit is onze kans om de baas te worden van dat pretpark. Maar de baron heeft een geel van lakei op het kasteel. Kunnen die niet oppassen? Het gaat niet alleen om zijn kasteel. In het kasteel ligt namelijk iets zeer waardevols. Een eeuwenoude gouden kroon. Een kroon? Ja, en daarom heeft de baron gevraagd of ik samen met Jules en Julia naar het kasteel wil komen om op de kroon te passen. Ja, maar wie past er dan op het pretpark? U. Ik. Ik? Beter dan dit kan het niet worden. Die twee stomme muizen en die domme directeur, die gaan weg naar het kasteel en wijzen ons de weg naar een echte gouden kroon. Maar baas, nou snap ik er toch even helemaal niets meer van. Willen wij nou dat pretpark of willen wij nou die kroon? Allebei. Allebei? Allebei. Allebei? Allebei. Wij volgen die twee muizen naar dat kasteel. En dan stelen wij die kroon. Dan gaan wij terug naar dit pretpark. En rekenen wij af met die Suikerspin. Ja! En dan word ik... Wij. De koning van dat pretpark. Hij is vast in zijn kantoor. Laten we gaan kijken. Dus, kan ik op u rekenen? Zeker, meneer Kaasgaaf. Ik zal goed op het pretpark en de toren passen. Geweldig. Als u mij dan nu wilt excuseren, ik moet Jules en Julia het grote nieuws nog gaan vertellen. Hallo, meneer Kaasgaaf.
Oh, Jul en Julia, jullie zijn er al. Hoi, mevrouw Suikerspin. Dag, Jul en Julia. Jul en Julia, wat fijn dat jullie er zijn. Ik heb namelijk groot nieuws. Oh, wat dan, meneer Kaasgraaf? Wij gaan weg uit de Julianatoren. Mama, dat kan toch niet zomaar? De baron van Maasland tot Emmentaler gaat voor een paar dagen weg. En daarom heeft hij mij gevraagd of ik samen met jullie wil passen op zijn kasteel. Wow. Maar we vertrekken vandaag nog. Oh, een kasteel. Ik heb altijd al een keer op een echt kasteel willen wonen. Maar wie past er dan op de toren? Ik. Maak je maar geen zorgen, Jul. De toren is bij mevrouw Suikerspin in zeer goede handen. Maar de koets kan in ieder moment zijn, dus jullie moeten snel jullie spullen pakken. Oké, meneer Kaasgraaf. Komt voor de bakker. U vindt het niet erg om achter te blijven? Oh, wel nee, meneer Kaasgraaf. Ik pas op de toren. Wat lief van u. Ah, daar zul je de koets hebben. Dag mevrouw Suikerspin! Dag jongens! Veel plezier! Dankjewel! Doe voorzichtig! Okay. Ja hoor, dag! Doei! Dag! Nog, dan kan het avontuur beginnen! Oh, wat spannend zeg! Ja, ik heb nog nooit in een koets gereden. Nog even, en dan worden wij de baas van de toren! Ja. Maar waarom moeten wij eigenlijk op het kasteel passen, meneer Kaasgraaf? Het kasteel is al eeuwen het bezit van de baronsfamilie. En in het kasteel wordt een waardevol erfstuk bewaard. Een erfstuk? Ja, Julia. Iets wat de baron van zijn vader heeft gekregen. En die kreeg het weer van zijn vader. En die weer van zijn vader. En die weer van... Ja, maar wat is dat erfstuk dan? Een echte... gouden kroon. Oh, een kroon. Nou, nu snap ik wel waarom hij ons gevraagd heeft om op te komen passen. Jongens, we zijn er bijna. Oh, wat spannend. Kasteel groot! Eens even kijken of dat iemand voor ons de deur kan open doen, hè? Er zal toch wel iemand thuis zijn? Misschien hebben ze het niet gehoord. Huh? Wat vreemd. De baron wist toch dat we zouden komen? Hij zal toch wel gezorgd hebben dat iemand ons binnen kan laten? Ja! Ik zal gewoon nog een keer kloppen. Oké. Het leek wel alsof die deur steeds dikker wordt. Meneer Kaasgraaf. Wacht maar, Jul. Ik klop gewoon nog wat harder. Meneer Kaasgraaf. Oh. Oh. Goedemiddag. Hallo. Oh. Wat? Kan ik voor u doen? De baron heeft ons gevraagd om naar het kasteel te komen. Ja! De baron is voor een paar dagen weg. Ja, precies. En daarom heeft hij ons gevraagd of wij op het kasteel en de kroon willen passen. Ja! Wacht eens eventjes. Bent u meneer Kaasgraaf? Ja, dat klopt. Ja. Oh, maar had dat dan meteen gezegd? Kom! U verder. En dan zijn jullie vast. Jul en Julia. Ja, dat klopt. Hallo. De baron heeft mij al veel over jullie verteld. Hij komt graag bij jullie op het pretpark. De baron is al jaren onze goede vriend.
Ik ben Leopold. Ik ben de hoofdlakei van dit kasteel. Wat fijn dat jullie mij komen helpen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie verblijf zo aangenaam mogelijk zal zijn. Nou, dat is erg aardig van u. Oh, wat is het hier prachtig. Wauw. Ja. Oh, kom. Dan zal ik jullie de slaapkamer laten zien. Jullie zullen wel moe zijn van de lange reis met de koets. Ik krijg die deur niet open. Oh, ik zal even aankloppen, baas. Nee, stomkop. Ze mogen toch niet weten dat wij hier zijn? Maar baas, hoe komen we dan binnen? Ach, wij moeten een ander plannetje verzinnen. Kom mee. Zijn jullie veilig aangekomen op het kasteel? Jazeker, het is hier prachtig. En de lakeien zijn zeer vriendelijk. Maar ik mis de toren wel een beetje, hoor. Gaat alles goed daar? Nou, het is wel hard werken, hoor. Maar alles gaat goed, meneer Kaasgraaf. Ja, de baas van de toren is een hele zware baan, hè? Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Oh, ik moet ophangen. Veel succes daar. U ook, meneer Kaasgraaf. Dag. Meneer Kaasgraaf, Leopold gaat ons een rondleiding geven. Gaat u met ons mee? Natuurlijk. En in de bibliotheek liggen wel 20.000 boeken. Oh. Zoveel boeken lees je nog niet in een heel mensenleven. Nee. En hierachter bevindt zich de westelijke vleugel. De ruimte waar jullie voor komen. Hier wordt al jaren het belangrijkste juweel van de familie bewaard. De kroon. Oh, Leopold, mogen wij die kroon dan nu zien? De kroon? Nou, eigenlijk mag er niemand in de westelijke vleugel komen. Zelfs jullie niet. Doe nou, Leopold, alsjeblieft. Maar ja, jullie moeten natuurlijk wel weten waar jullie oppassen. Ja. Nou, vooruit dan maar. Maar nergens aankomen. Beloofd. En wees voorzichtig. Deze kant op. Aankomen, Julia. Oeps, sorry. Ik heb nog nooit een kroon van zo dichtbij gezien. De kroon is gemaakt van echt goud. En ingelegd met diamanten en parels. Het is het meest waardevolle bezit van de baron en zijn familie. Als er ooit iets met de kroon zou gebeuren, dan... Wat dan? Dat zou een ramp betekenen. Maak je geen zorgen, Leopold. Wij zullen samen met jou goed op het kasteel en de kroon passen. Toch, Julia? Zeker, Hugh. Hey, moet je die nou eens even zien glinsteren? Ik kan mijn zonnebril wel mee kunnen nemen. Ach, hou je mond, oliebol. Nee, mijn zonnebril. Als wij straks in dat kasteel zijn, dan pakken wij die kroon. En dan rekenen wij voor eens en voor altijd af met die domme directeur en die twee stomme muizen. En dan worden wij niet alleen stinkend rijk. Oeps. Sorry, baas. Maar ook de baas van dat pretpark.
Oh, u had het moeten zien, de prachtige kamer. En de kroon? Onvoorstelbaar mooi. Ik kan me goed voorstellen dat de baron wel wat extra bewaking kon gebruiken in het kasteel. Mevrouw Suikerspin, gaat het? Ja, meneer Kaasgraaf. Ik vloekte even van de stoel. Wat hoor ik nou? Bent u niet op kantoor? Jazeker. Ik ben heel druk bezig met de baas te zijn. Maar ik hoor de carousel. Ja, ik heb net een raampje opengezet. Ah, vandaar. Maar Nick Haasgraaf, ik moet nu echt ophangen hoor. Want ik moet nodig weer aan het werk. Nou, doet u wel voorzichtig? Oh, mevrouw Struikerspin, u kent mij toch? Ik ben altijd... Oh, voorzichtig. Goed zo. Dag, meneer Kaasgraaf. Dag, mevrouw Struikerspin. Ik zou hier best wel willen wonen. Jij niet, Jules? Ik vind het hier ook wel gaaf. Maar ik mis wel een beetje het pretpark. Oh, lekker in de achtbaan. Dat is waar. Maar bij de toren hebben we geen lakaien of geen balzaal. Oh, ik zou zo graag een prinsesje willen zijn. Oh, meneer Kaasgraaf. Hoe is het met mevrouw Suikerspin? Gaat alles goed op de toren? Nou, het lijkt wel alsof alles een gangetje gaat. Mooi toch? Oh, ik heb eigenlijk best wel een beetje honger. Ja. Leopold? Meneer Kaasgraaf? Wij hebben van al het wandelen door het kasteel best een beetje honger gekregen. Yeah. Hoe laat is het diner? Het diner wordt over een uurtje geserveerd in de eetzaal, meneer Kaasgraaf. Maar... Huh? Met alle respect, heer. Zo wat? Kunt u niet wat? Aan het diner verschijnen. Wat? Wacht maar. Zorgen jullie ervoor dat deze heren en dame in gepaste kledij in de eetzaal zullen verschijnen? Ja, meneer. Huh? Wat gaan we doen? Mag ik een echte jurk aan? Is links nou waar je rechts moet? Nee, rechts nou waar je links moet. Ah, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Kom, kom jij hier, baas? Kom nou. Zo, meneer Kaasgraaf, u ziet er netjes uit. Nou, jongeman, je lijkt wel een echte prins. Ha, stoer, hè? Ik ben benieuwd hoe Julia eruit ziet. Huh? Wat gebeurt er nou? Geachte gasten, graag uw welgemeende aandacht voor prinses Julia. Het is zo mooi! Wow. Oh, Julia, wat zie jij er mooi uit, zeg! Dank je wel, Jules. Jij bent ook een knappe prins. En u ook, meneer Kaasgraaf. Prinses, wilt u mij maar volgen naar de eetzaal? Natuurlijk! Mm-hmm.
leven. En die kroon is van onze. Nou, daar zitten we dan. Zouden alle prinsen en prinsessen ook aan zo'n lange tafel eten? Ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo gezellig. Wat zeg je, Jules? Ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo gezellig. Ik eigenlijk ook niet. Naar de westelijke vleugel! Huh? Leopold, wat is er aan de hand? Iemand probeert de kroon te stelen! Oh. Wat? Oh, dit is verschrikkelijk! Oh nee, wat moeten we nou doen? Even, niks daarvan. Wie weet wat er allemaal in de westelijke vleugel aan de hand is. Veel te gevaarlijk. Meneer Kaasgraaf, we moeten Leopold helpen. Ja. U hebt de baron toch beloofd op de kroon te passen? Nou, kom op. Kom mee, meneer Kaasgraaf. Neemt hij nou niet op? Is de kroon gestolen, Leopold? Nee, Jules. Oh, gelukkig. De dieven hebben de kroon gelukkig achtergelaten. Ze zullen wel geschrokken zijn van het alarm. Is hij niet beschadigd? Nog geen krasje. Gelukkig maar. Maar de dieven moeten nog in het kasteel zijn. Lakeien, kom. Alle vertrekken van het kasteel uit. De bibliotheek, de serre, de keuken, alles. Oh, wie zou zoiets nou doen? Misschien is het beter als jullie wachten in de eetzaal. Oké. Zullen ze ons niet herkennen? En nu kunnen wij ongestoord weg uit dit kasteel. Ja. Zeg, heb jij de kroon? Oh ja, die heb ik bij mijn baas. Ah, oh. Hey. Wacht eens even. Wat? Waar is de kroon? Nou, oh, die zit in die zak, baas. Ach, holy bol. Die zak die is leeg. We moeten weer opnieuw die kroon zien te vinden. Lakei, ja. Hebben jullie de boeven gevonden? Nee, wij hebben niets gevonden. Poem! Maar baas, wij zijn er nou! Nee, wij hebben niets gevonden. Poem! Vreemd.
Kom mee. Er zal toch niets gebeurd zijn? Ik ben boven geweest en beneden geweest. Ik heb echt helemaal niets gezien. Heeft iemand de dieven gevonden? Nee, ik ben boven geweest en beneden geweest. Ik heb overal gezocht. Ze zijn ons te snel af geweest. Allemaal op wacht. Zorg dat niemand nog het kasteel in kan komen. Snel. Wij pakken die kroon en dan maken wij dat we hier wegkomen. Nou, dan zal ik zelf maar zorgen voor een heerlijke maaltijd. Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen honger meer. Wat nou als de dieven terugkomen? Ja. Ach, maar maak jullie geen zorgen. Die dieven, die komen hier geen tweede keer binnen. Nee toch? De dieven, ze zijn terug. Snel, op naar de westelijke vleugel. Oké. Okay. De kroon. Hij is weg. Maar. Meneer Kaasgraf, kom eens kijken. Oh nee, het zijn de boeven. Oh nee. Zij hebben de kroon gestolen. Oh nee, ik had het kunnen weten. Wat moeten we nou doen? We moeten ze tegenhouden. De dieven zijn buiten. Houd ze tegen. Ze hebben de kroon. Ik ga met ze mee. Jules, ik wil ook helpen. Dit is verschrikkelijk. Volgens mij is het beter als jij bij Leopold en meneer Kaasgraaf blijft. Maar Jules... Ik zorg dat de kroon terugkomt. Dat beloof ik. Doe voorzichtig. Rustig maar, Leopold. Eindelijk. We hebben hem. Oh, wat is die mooi, zeg maar. Zo'n grote vangst hebben wij nog nooit gehad. Nee. Kom op, ren nu snel naar dat pretpark. Dan rekenen wij af met die suikerspin. Ja. En dan word ik... Wij. De baas van de Juliana-toren. Ja. Kom mee. Ja. Oh, Leopold. Het spijt me zo. Nee. Dit is mijn schuld. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat alles... En iedereen in dit kasteel veilig is. De baron zal zo teleurgesteld zijn. Stil maar, Leopold. Jules heeft mij beloofd dat hij de kroon gaat vinden. En het gaat hem vast en zeker lukken. Kom mee, jongens. Huh? Julia! Huh? Kaasgraaf! Leopold! Kom eens kijken! Mevrouw Suikerspin? Mevrouw Suikerspin, wat doet u nou hier? Ik heb u een paar keer geprobeerd te bellen, maar u nam de telefoon niet op. Dus dacht ik, ik kom zelf maar even kijken of alles goed gaat. Oh, mevrouw Suikerspin, het is verschrikkelijk. De boeven hebben de kroon van de baron gestolen. En nu zijn ze met de kroon op de vlucht. Kijk eens wat ik vond. Oh. U heeft de kroon gered. Ja! Oh, mevrouw Suikerspin, wat knap van u. Oh, mevrouw, ik ben u eeuwig dankbaar. Ja, en ze heeft ook de boeven gevangen. Dachten jullie nu werkelijk dat jullie ooit met
deze kroon weg zouden kunnen komen. Oh, Jul, ik ben blij dat je weer veilig terug bent op het kasteel. Want jij bent mijn allerstoerste prins. En jij mijn mooiste prinsesje. Mevrouw Suikerspin. Nu u toch helemaal hier naartoe bent gekomen. U weet wel, met de koets en zo. In een jurk. Leek het mij misschien wel een leuk idee als u met mij vanavond zou willen gaan dineren. Oh, meneer Kaasschaaf, ik zou niets liever willen. Voor het slapen gaan leest mama sprookjes voor. Van prinsen en prinsessen in hun prachtige paleis. En wordt het lampje uitgedaan, dan gaat het sprookje door. En ga ik in mijn dromen naar een sprookjesparadijs. Ik draag een echte jurk, de allermooiste van het land. Met op mijn hoofd een kroontje, heel charmant. Prinsesje, prinsesje. Ik ben prinses en woon in dit paleis. Rij in mijn gouden koets, daarmee ga ik op reis. Ik draag een kroon en ik zit graag op mijn troon. En dan eet ik slaag. Maar die twee muizen en die kaasschaaf zijn nog niet van ons af. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren.